Ik vond dat heel onverstandig, dat dreigen met die kernwapens. Je weet dat Trump die neiging ook nogal had. Dat betekent dat ze eigenlijk geen enkel flauw benul hebben. Dat dat nooit strategisch doordacht is. Wat, wat het zou betekenen als je kernwapens gebruikt. Als je kernwapens gebruik je. Als de derde wereldoorlog begonnen is. En dan nog. De eerste die ze zou gebruiken is. is die daar zal denk ik zelf. Uh, Gruwelijk mee worden afgerekend. Het verlossen kunt u mij horen? Het laatste nieuws is dat Poetin het leger heeft gevraagd om nucleaire eenheden in verhoogde staat van paraatheid te brengen. Dat volgt op sancties vanuit het Westen. De swift ban is eindelijk een feit. Uh, het luchtruim voor Russische vliegtuigen sluit in steeds meer landen. En er gaan ook steeds meer wapens vanuit het Westen naar Oekraïne. Dat gaan we allemaal bespreken. Maar eerst eventjes dat Russische leger. Hoe sterk is dat leger? Uh, ik heb geen idee. Die, die 100, wat is het nu, 160, 170, 190.000 man die bezig zijn met deze veroveringsoorlog, anders kun je het eigenlijk niet noemen. Dat is voor het hele land weinig. Dat, dat zal bij, bij een als dat noodzakelijk is, bij een noodzakelijke bezetting van, van Oekraïne zal dat uh, nog omvangrijker moeten zijn en dat niet alleen permanent. He, dus dat betekent dat je kosten ook permanent zijn. En juist die kosten zijn voor zo'n ontzettend flut economietje als Rusland een groot probleem. Ja. Het is een enorm land wat zwaar bewapend is, ook correct natuurlijk in alle opzichten. Wat ook een nucleaire macht is, waardoor het in feite een hele zwakke economie heeft, maar strategisch militair een speler van formaat is. Hmm. laat staan als hij zijn buurman in de casu Oekraïne eh, kan veroveren, omdat hij zeker weet dat de Oekraïne A, zichzelf ze niet kan verdedigen, en B, niet door een groot bondgenootschap verdedigd zal worden. Ja, dus jij denkt dat de Oekraïne is kansloos militair is gezien? Ja, daar ga ik volgens voor, Hans van uit. Ik ben geen militair deskundige. <laughs> en je leest nu ook al van, ja, het gaat moeizaam, en nou ja, laten we gewoon even Twee, drie, vier weken afwachten hoe zich dat verder ontwikkelt. Ja. En de, de, de Als je de, nu kijkt naar die kaartjes, dan zie je dat het overal enkele tientallen kilometers zijn binnengerukt. Maar ja, het is een groot land, zoals ik al zei. Ja. En die wapens die vanuit het westen worden geleverd, gaat dat nog een verschil maken? Dat zal, naar nou, ik aannem, geen verschil maken. Het is natuurlijk fijn, vooral behoorlijk en goed werken aan antitankwapens. Dat lijkt mij nuttig. Uh, en, en natuurlijk, hoe het. Uh, Stingerachtige raketten waarmee je op vliegtuigen kunt schieten. Ja, maar Met name die helikopters, die natuurlijk ontzettend kwetsbaar zijn. Ja, maar in Afghanistan is dat ook gebeurd destijds in de jaren tachtig. Zeker, hè? Dat, dat heeft natuurlijk de Russen ook, ook in feite tot de rand van de wanhoop gebracht in Afghanistan. Hmm. Poetin zegt: we gaan ons alleen richten op militaire doelen. Maar uh, we hebben een flat gezien die al aangevallen is, dus hij schuwt burgerslachtigheid. Nou, of veel van die dingen zijn mis, of die, die, die zijn niet op het juiste moment ontploft. Er waren ook allerlei leuke foto's van. Van die onontplofte on, projectielen die zich in het straatoppervlak hadden. Dat is iets wat er in oorlogen altijd uh, gaande is. Uh, afzwaaiers, daar moet je, moet je rekening mee houden. Hm. Hoe vind je dat de president van Oekraïne het uh, doet? Nou ja, dat lees ik in alle kranten dat hij het geweldig doet. en verschijnt regelmatig op de buis en zegt we gaan volhouden. Een ja, en t-shirtje met een filmpje. Wat hij ja, dus iedereen is enorm te spreken over die Zelensky. Ja. Ja, en hij, eh, want hij was ook eerst een komiek, is eigenlijk nou ja, een soort van. Ja, het is een acteur, dus ook, ook, hij weet dit knap te spelen, zou ik zeggen. Ja, want de Amerikanen hebben al gezegd, hè, als je wil kun je naar ons toe komen, dan helpen we je het land uitkomen. Maar hij zegt, heb ik niks aan, ik heb. Niet... Nee, precies, en zijn familie is er ook nog. En, nou, hij is nou de benen zelf een Russisch sprekende. Ja, want in de Oekraïne kun je Oekraïens spreken, of je kunt Russisch spreken. Naarmate je oostelijker komt, wordt er meer Russisch gesproken. Naarmate je westelijke komt, wordt er Oekraïens gesproken. Dus ja, we zullen het nogmaals... Op dit moment valt er weinig verstanders over nee. te zeggen. Maar goed, de Russen en willen hebben. Wat je dan ziet, is altijd... Kijk, oorlog is altijd dramatisch. Hmm. En van, ja, wat wil je? Ja. Het idee dat je bij de oorlog zegt, Gewoon, leuke, leuke dingetjes. Hè. Ja. Misschien kunnen ook al die wargames spelers zich even op het hoofd krabben. Hoe leuk en fijn het is om permanent wargames te spelen. Daarbij ben toch ook niet goed, Snik? Sorry dat ik dat even moet ja. zeggen. Maar goed, die, die Zelensky die is natuurlijk, die kan nu nog wel even blijven zitten. Maar die Russen gaan hem natuurlijk een keer te pakken ja, krijgen. Ja, dat neem ik aan. Nou ja, dat, maar de vraag of ze hem te pakken krijgen, dat moeten we afwachten. Maar dat het op een goed moment waarschijnlijk met zijn positie klaar is, dat mag je op dit moment aannemen. Nee. Is dan ook uh, het ergste gedeelte van de oorlog voorbij als ze hem hebben? Nou, dat denk ik niet. Ja, mijn hele theorie voor de toekomst is gebaseerd op het feit dat, dat er wel een, een, een prachtige begingame, nu toch over games hebben gespeeld wordt, maar dat de endgame natuurlijk volstrekt duister is. De endgames van interventies zijn lastig. En meestal voor de agressieve beginner van de interventie lopen die slecht af. Maar goed, uh, Zelensky, het is wel een deurval, want hij blijft er wel zitten. En die burgemeester van Kiev, ook met pistolen op filmpjes al, die zei ook van we gaan, we blijven ja, zitten. Ja, die burgemeester, maar... die was ook heel actief. Ja, ja. ja de ene goed. Ze <laughs> hebben ook de burgers bewapend. Daar heb ik dan weer, voor zover ik iets weet van militaire kwesties, heb je niet zo verschrikkelijk veel aan bewapende burgers. Molotov cocktails hebben we ook. Ja, mo nou, ze je maken. moet vechten, moet je ook leren. Vechten moet georganiseerd zijn. Vechten moet gedisciplineerd zijn, anders wordt het niks. Mm. Op de maar goed, het, is het, het, het oogt goed. En, en ja, het is natuurlijk ook van kijkers, we verdedigen ons. Ook hier geldt: Poetin heeft een investering gedaan in haat, in afkeer, in woede. Die is niet zomaar weg. Dat zal in de komende jaren een centrale rol spelen in Oekraïne. Ja. Wie duk zegt, hij is ziek, Poetin. Geestesziek, neem ik aan. Of, of, of die heeft hij iets anders? Pukkeltjes. ja, word, er zijn speculaties dat die ziek zou zijn. En dat dat misschien ook wel ten grondslag ligt aan wat hij ja, nu doet. Ja, ook daar geldt. Uh, in mijn contacten met Poetin heeft hij daar niks over gezegd. Dus ik heb geen ja. idee. Het lijkt me niet verstandig om daar bijvoorbeeld rekening mee te houden. Is het Poetin alleen of zitten er ook nog wel wat mensen om hem heen? Uh... Om hem heen natuurlijk. Het, het is niet zo dat er wordt ook was de indruk gewekt dat hij gewoon voortdurend in zijn pieren eentje is. Althans, uh, samen met die hond dan. Die speciaal had een Merkelbank te maken. Ja, ja. Eh, maar nee, ja, er is een kring om hem heen die hem steunt. Dat ik natuurlijk. Dat zijn nou juist. Eh, ja, Lavrov is een beetje een sympathieke lakai volgens mij. Maar hij heeft allerlei houddegens om hem heen, die hem natuurlijk hebben gezegd: van, joh, dat moet je doen, dat kunnen we makkelijk doen. Hè. We worden toch bedreigd in onze positie, nou ja, enzovoort. Nee, nogmaals, hij heeft natuurlijk een kring, al deze soort van mensen hebben een kring om zich heen die hen steunen in hun... Nou ja, wat zullen we er eens van maken? Je kunt er waanzin van maken, je kunt er agressie van maken, je kunt, je kunt er paranoia van maken, wat je wil. Ja. Hoeveel medestanders heeft hij nog in de wereld? In? Nou, ongetwijfeld. Ik begreep dat de, dat de Chinezen ook in de Veiligheidsraad niet tegen hem wilden stemmen. Uh, India heeft ook niet tegen gestemd... want ik ook vrij eigenaardig vond, me toch. Uh, Noord-Korea neem ik aan. En weet ik veel, de Soedan. Ik heb geen idee, maar dat, zijn medestanders zijn niet in grote aantallen. En, en hij zal daar niet zo verschrikkelijk veel aan hebben. Ook, ook stel je voor dat, we, dat die energie. Dat hij die niet meer kwijt kan. Er wordt altijd gezegd, ja, dat gaat dan naar China. Daarvoor moet ook nog heel veel gebeuren voordat dat een beetje redelijk naar China zou kunnen lopen. Ja. Maar feit is uh, ja, dat je energie ook over de komende periode in deze wereld gemakkelijk kwijtraakt. Ja. Maar China heeft inderdaad niet tegen hem gestemd, uh, maar ook niet voor hem gestemd. Ze, ze, ze hebben toch gezegd, ga maar praten. Het moet, uh, het moet toch ja, wel Ik geloof moet... dat iedereen eigenlijk nee, wel vindt dat er gepraat moet worden. Ik zou zeggen, ja, op dit moment valt er weinig te praten. Ja, ANP meldt nu dat uh, ze willen gaan onderhandelen aan de grens tussen Oekraïne en Belarus. Ja, Zelensky zei van ik wil wel praten met Poetin en Poetin wou dat wel. Nou, eerlijk gezegd zou ik zelf weinig zin hebben om met Poetin te gaan praten. De vraag is of Poetin met Zelensky, of hij die, die serieus neemt, of iemand heeft gezegd op hoog niveau wil ik gesprekken voeren. Ik dacht er eigenlijk direct bij, dan neemt hij hem eh, op een achterbakse manier gevangen. Ja. Ja, nu heeft hij toch ook weer een, een enorm web van leugens verteld, wat nergens op slaat. Ja. Ja, het is natuurlijk ook een informatieoorlog. En wat we, niet, wat we niet zien. Ja, daar kunnen we zelf veel aan doen: aan de informatieoorlog. Hoe bedoel je? Ja, door dat systematisch te bestrijden. Door al die kanalen via de welke Rusland allerlei lulkoek de wereld intettert, om die af te sluiten. Ja, maar goed, dat kan hij natuurlijk ook in Oekraïne doen. En daarom. Dat is Russia Today-kanaal waar, waar dit soort van onzin verspreid wordt. Ja. Misschien moeten we die Baudets aanpakken. Ja. He, ook een verspreider van Russische leugens. Ja. Nou goed, dat is natuurlijk wat er nu ook gebeurt. Hè? Want Poetin zegt van uh, de Oekraïners hebben zich opgegeven. En daarom komen natuurlijk ook die filmpjes vanuit uh, Kiev nog. Vanuit, vanuit de regeringswijk. Van we hebben ons helemaal nog niet opgegeven. Om de nee, burgers dat te is, laten dat zien. een onbeschrijfelijke zegen van de iPhone. Ja. is dat vrijwel iedereen, eh, vrijwel overal en altijd een filmpje kan draaien. Precies. Totdat zometeen natuurlijk het internet, wat al instabiel is, heb ik begrepen, in handen is van uh, de Russen, dan zullen ze dat ook platleggen. Ja, ik begreep dat Facebook en zo, wat al gestopt was, daar heb ik zelf geen enkel bezwaar mee. tegen. Ja. Is nog iemand die ook een vraag stelt en die zegt van misschien moeten we toch nog eens even uitleggen wat de NAVO nou precies, waarom die is opgericht, omdat veel mensen dat niet weten. Want het wordt ook wel gezien als een soort van militaire verzekering tegen Rusland, hè? Nou, dat was het natuurlijk ja. ooit. Ja. Ja. Niet meer dan? Nou, niet nadat de Sovjet-Unie plotseling verdwenen was. Hmm. Toen hebben we een aantal hele vreedzame jaren gehad. Daarom zijn we nu allemaal een beetje in de bonen. Omdat Poetin op grond van zijn eigen paranoia besloten heeft. Niet waar dat hij de hele veiligheidsconstructie in Europa dat hij wil veranderen. Wil veranderen. Hmm. Ten behoeve van zichzelf. Ten behoeve. Je leest nu toch, je hoort en leest nu ook van, oh god, god, god. Als we zo doorgaan, dan staan de Russen morgen in Scheveningen. Dat zie ik allemaal niet zo gebeuren, eerlijk gezegd. Hm. Je hebt een, dat uh... wil zeggen dat je zult wel een partij moeten geven, maar... Wat we er tot op heden van hebben gezien. Nou, hoe heet het? De NATO was hersendood. Ja, nou, voor een hersendode maakt het een hele levendige indruk, plotseling. Ja, ze zijn weer ontwaakt, ja. En wat vind je van die flitsmacht aan de oostgrens? Is dat meer symboliek? Of nou, kunnen ze echt dat wat is doen? symboliek. Laat ze hm. maar lekker flitsen, maar dat is symboliek. Oké. Okay. Je hebt in 2014 bij Humberto Tan aan tafel gezegd van Oekraïne. Uh, dat wordt opgedeeld in twee ja, stukken. Ja, hadden ze dat maar gedaan. Nou, dat heb ik niet gezegd in twee stukken. Maar ik heb gezegd... <laughs> Geef die lullige republiekjes cadeau aan de Russen, daar heb je geen zak aan. Die staan vol met totaal verouderde staalindustrie. Ik weet niet of je die beelden wel eens hebt gezien, vandaar ja. wel een armoe en een treurigheid. Dat is verschrikkelijk gewoon. En als die mensen dan liever bij Rusland willen horen, dat zijn Russisch sprekenden zonder uitzondering. Mij best laat ze dan vooral naar Rusland vertrekken. Ja. Er blijft genoeg over voor de Oekraïne. Ja. Maar zou, dat het hebben, zou dit, dit hebben voorkomen? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Het, ik denk dat het succes van Oekraïne gezocht moet worden in het succes van de grote en, en sterk gemoderniseerde steden. Ik heb eigenlijk weinig kijk op het platteland van dat enorme land. Maar als je natuurlijk naar plaatsen als Kiev en Kharkov kijkt en zo, of, of naar het voormalige Lemberg, Liv. Ja, dan zie je dat dat, dat sterk jonge, hogescholde mensen, sterk georiënteerd op het Westen. Eh, He, want je kon ook, begrijp ik, in, in, in Kiev, kon je voor 45 euro naar Barcelona vliegen om daar he, lekker shoppen. Ja. Dat ja. schijnt de grootste liefhebberij te zijn van de moderne mens, shoppen. Ja. Dus ja, het, dat, dat is het punt. Dat, dat Rusland zich daar natuurlijk door bedreigd voelde, want je voelt je bedreigd als jezelf... Een, een politiestaat bent. En ja, dat zei hij ook hè, in zijn toespraak. Poetin nogal een armetierige politiestaat ook. Het is niet een, een paradijs van welvaart. Dat zou je soms zeggen als je naar Moskou kijkt. Maar de rest van het land is natuurlijk ontzettend armetierig. Ja. Hij had het natuurlijk over een kritiek op de woke-beweging hier in Europa. En, <laughs> ja, en uh, op de LHBTI-gemeenschap. werden ja, het dat Dat is vermeld. Nou, bij dit soort regimes is dat makkelijk scoren. Hmm. Hans Lem, die vraagt zich af of we uh, bang moeten zijn voor de kernwapens, wat Poetin ook mee heeft gedreigd in die toespraak. Ik vond dat heel onverstandig, dat dreigen met die kernwapens. Je weet dat Trump die neiging ook nogal had. Dat betekent dat ze eigenlijk geen enkel flauw benul hebben. Dat dat nooit strategisch doordacht is wat, wat het zou betekenen als je kernwapens gebruikt. Als je kernwapens gebruik je als de derde wereldoorlog begonnen is. En dan nog. De eerste die ze zou gebruiken is. is die, daar zal, denk ik zelf, eh, gruwelijk mee worden afgerekend. Ja. Nogmaals, het is, het is een beetje opsnijden van jongetjes op het schoolplein. Hm. Hij had beter moeten weten. Tsjernobyl hebben ze ook natuurlijk nu in handen. Nou, ja, dat is iets om in handen te hebben. Jongen, jongen, jongen. Zo'n verroeste speeltuin, daar zou ik ook de vlag bij uitsteken, ja. En ik las ook dat ze het ruimtestation eventueel willen laten neerstorten nou ja, in Europa. Ja, dit is ook weer van dezelfde. Gruwelijke stompzinnigheid als dat, dat verhaal over die kernwapens. Ja, maar goed, er zullen nu mensen zijn die ruimte zeggen. Ruimtestation, ja, je kunt ook zeggen, laten we geval zorgen dat het volgende ruimtestation wat we ook beter niet kunnen bouwen, dat we dat niet samen met de Russen doen. Ja, maar er zullen nu ook mensen zijn die zeggen, ja, van Rossum zou ook dat ze niet binnen zouden vallen. Laat ik moet, ik moet, het nog maar eens zien of ze dat niet ja, gaan doen. Ja, van Rossum dacht dat ze heel rationeel zouden opereren zoals Rossum ja. zelf altijd doet, en dat bleek niet het geval te zijn. Ja. Even kijken, die, die Hans Lem die heeft een hele lijst gestuurd met uh, aardige vragen. De aanval resulteerde in een stijging van de olie, gas en graanprijzen, oftewel genereert meer inkomsten voor Poetin en zorgt bovendien voor een zekere economische ontwrichting van het uh, afhankelijke westen. Ja, er was ook een of andere bankdeskundige die zei, op korte termijn hebben ze er voordeel bij, door de onzekerheid creëer je dus uh, stijgende prijzen van die grondstoffen in het bijzonder en daar hebben ze voordeel van. Dat is een korte termijn effect. Ja. En wat hij ook nog vraagt is, kan Poetin intern meer populariteit krijgen, doordat hij de schuld kan geven aan het westen van alle sanctie. Ja, dat zou je zeggen, omdat hij dat natuurlijk ook in de tijd in 2014 heeft gedaan. Maar eh, als ik het goed begrijp, zijn peilingen die ze daar ook houden, kennelijk van een zodanige aard dat dat niet zo is. Hmm. Er waren trouwens vrij omvangrijke ja. demonstraties. Ja, ook online. De, ja, tegen deze gang van zaken. Ja, er werd ook gezegd dapper dat die mensen nog de straat ja, durven. er waren je ook 1600 arrestaties gedaan en zo. Ja. Nee, dat was een... Het was niet alleen verzet in, in, in Petersburg en in Moskou, maar het bleek uit enkele tientallen steden was er verzet zichtbaar. Ander ding is en vergeet niet, dat is risicovol. Dus dat betekent als je zoveel mensen de straat op gaat, dat er nog veel meer moeten zijn die hier natuurlijk niets voor voelen. Hmm. Het is ook... Laten we eerlijk zijn, het is een krankzinnige onderneming. Het is het werk van idioten. Hmm. Vandaar dat ik niet dacht dat het zou gaan gebeuren. Hmm. Ja. Uh, Poetin is ook de eerste wereldleider die heeft gezien dat een cyberwar een belangrijk uh, en ook relatief goedkoop instrument is. Is dat zo? Ja. Nou ja, goed, ook daar geldt. Uh, fijn dat hij het ons heeft laten zien. En, en dat uh, zou reden moeten zijn om voor een uh, goede verdediging. Want die is, ja, als ik het goed begrepen heb, zeer wel mogelijk tegen cyberwar. Uh, het zou ook voor onze ondernemingen heel nuttig zijn om hun systemen beter te beveiligen tegen hackerij. Want je weet dat er soms de gekste dingen mogelijk blijken te zijn. Omdat ook hele grote bedrijven niets gedaan hebben aan hun computerveiligheid. Ik zeg dit allemaal, niet waar, terwijl ik zelf nooit iets gedaan heb. Computerveiligheid 0,0 dus wie weet, eh. maar het schijnt dat Apple-systemen iets minder kwetsbaar zijn dan die andere. Dat begrijp ik ook. Ja, Windows. Ja, uh, Roel Veldmeijer die kon niet bij de live podcast zijn omdat hij ging skiën, maar die heeft wel een vraag gesteld over Oekraïne en hij zegt eigenlijk van ja, gaan we nou zo meteen uh, dit normaal vinden? Wat is het resultaat van deze oorlog? Is het zo meteen de regering wisselen en dan gaan we vrolijk verder? Nee, voorlopig gaan we dat niet normaal vinden, vooral niet omdat ik denk dat de, dat er verzetshaarden zullen blijven, dat er, dat er allerlei signalen van verzet zullen zijn, dat er een, een regering in ballingschap komt. Uh, en dat we natuurlijk vooral begrepen hebben dat zolang deze boevenclub in het Kremlin zit, dat we ook, ook in allerlei andere contacten die we met Rusland hebben nergens op kunnen rekenen. Het is een onbetrouwbaar zootje. Hmm. Heeft Biden zich te veel op China gericht en uh, uh, Rusland links laten liggen? Nou, dat zou je kunnen beargumenteren, ja. Ik heb toch gezeik over China nooit zo precies begrepen, moet ik je zeggen. En dan moeten, moeten volgens mij. Dat, de, kijk, de Chinezen, wat je verder ervan kunt denken. Althans, tot voor kort van Xi Jinping begrijp ik ook niks, moet ik je bekennen. Waren de Chinezen volkomen rationeel? Eh, die hebben wel namelijk een top-economie uit de grond getrokken. Eh, die zijn wel in staat gebleken om op hoog niveau te participeren in een zeer competitieve wereldeconomie. Ja, dus die hebben het daar geweldig van afgebracht. Ik bedoel, China en Rusland, dat is een, een kreupele dwerg. vergeleken met iemand die in de, zelfs in de sportschool nog indruk maakt. Hm. Maar goed, had Biden dingetjes anders moeten aanpakken? Anders moeten doen? Nou, in dit geval niet. Tot nu toe heeft hij het redelijk gedaan. Ik vond het enige pijnlijke punt dat we steeds hoorden. dat de Amerikaanse inlichtingendiensten van alles wisten en ons vertelden. Terwijl ik direct dacht van ja, Amerikaanse inlichtingendiensten die hebben ons systematisch voorgelogen in de afgelopen twintig jaar op diverse momenten en op een hele pijnlijke manier. Maar nu klopt het wel wat ze zeiden. Nu klopt het wel, dat is, dat is inderdaad zo. Daar zie je aan dat je reputatie ook kunt verpesten en dat je dan heel moeilijk die reputatie weer terug kunt winnen. Ja. Want ze delen ook satellietbeelden, hè? Als die opbouw Ja, dat is. was ook die kregen we ook ineens te zien, nietwaar? Hoe die dingen allemaal zo netjes geparkeerd stonden. Ja. Gaat maar. Binnen gaat natuurlijk voor de rest naast de woorden die hij spreekt en de sancties gaat hij niks doen. Hij gaat en hij stuurt wapens. Nee, hij kan ook weinig doen natuurlijk. Nee. Ja, nogmaals, uh, Oekraïne is geen lid van de NATO. Dus uh, we, hebben, we, we hebben jarenlang gezegd, nee, we zullen het niet verdedigen. Dat moet je ook niet. Zeker natuurlijk, als daar door de wederpartij de, de op hele kwalijke wijze van, misbruik van gemaakt ja. wordt. Hoe, wat betekent dat voor de situatie op de lange termijn tussen Oekraïne en het Westen? Want die zullen misschien nu zeggen, ja jongens, jullie laten ons helemaal in de steek. Nee, ja, dat tot, tot op zekere hoogte zo, maar dat wisten ze natuurlijk van tevoren. He, het is niet zo dat we in het verleden hebben gezegd: we gaan die Oekraïne ook verdedigen. Nee, dat hebben ze me nooit gezegd. Nee, het is zaak. Euh, nou denk ook aan de hele vluchtelingenkwestie natuurlijk. Het is zaak die lui optimaal te helpen. Voor zover dat in onze macht ligt. Ik begreep dat er al honderdduizend vluchtelingen de grenzen van Polen en Roemenië hadden overschreden. Ook trouwens heel geestig. Al die lui die altijd zeiden dat we de vluchtelingen in de, in de eigen regio moesten ontvangen. Of eh, onderbrengen, weet je nog wel. Ja. Nu zijn we zelf de regio. Dat vind ik wel fijn. ja. ja. ja je, je bent al benieuwd naar wat, wat de heren van de PVV en zo, wat die hiervan gaan zeggen. Want jij denkt dat ze daar niet heel veel tegen in kunnen brengen. Nee, heel weinig. We moeten ze opvangen in eigen regio, toch? Ja, heeft de VVD ook al gezegd, hè? De, de, de verantwoordelijke staatssecretaris, volgens mij. Of, of, is, of zei de VVD, ja, de regio, dan zei ik Oostpolo's. Nee, nee, nee. Die zei van, we, we zullen dat gaan doen, want we zijn daar verantwoordelijk oh, voor. Oh, kijkers, nou, dat kijk ik vanop. Ja. Want dat is natuurlijk nog een punt wat natuurlijk nu gaat gebeuren. Die mensen die zullen niet alleen daar in de regio blijven. En Polen zal ook zeggen, ja, we kunnen dit niet alleen. Dus iedereen moet solidair zijn natuurlijk in Europa. Zonder meer, zonder meer. Dat is, waarschijnlijk wordt die vluchtelingenstroom nog een stuk groter. Maar goed, dat kunnen we prima kwijt in Europa. Als we dat maar samen doen en goed organiseren, is dat helemaal geen groot probleem. Ja, en daar is nu wel draagvlak Volgende voor lijkt toch? Ik op. schat dat een vrij groot deel van deze migrantenstroom... Uh, Hoog opgeleid is. Dus je hebt er van alles aan. Oké, okay, dus de krapte op de arbeidsmarkt zou misschien daardoor nog een handje geholpen kunnen worden. Wie weet. Dat zou helemaal ja, mooi zijn natuurlijk. Moeten Al we controle vragen. Daarvoor, daarvoor zijn er denk ik toch te weinig. Die krapte op de arbeidsmarkt. Die landen als Duitsland. En, hmm. en deels ook Scandinavië. En denk aan Nederland ook. Die is, die is toch ook structureel groot. Ja. Wat voor binnenlandse uh, problemen zou dat eventueel nog op kunnen gaan leveren? Voor ons? Ja, nou, vooral natuurlijk die hoge energieprijs. En dat, dat valt te regelen. Dat kun je fiscaal kun je daar fijn uh, subsidiebeleid op zetten. Ja, maar die vluchtelingen. Ze stroom... zeggen georganiseerd iets beter dan die toeslagen bij vorige gelegenheden. Maar, uh, en iets rechtvaardiger ook. Ja. Maar daar valt iets aan te doen. Ja. En die, die mensen die we natuurlijk gaan opvangen, denk je dat daar nog veel kritiek op komt politiek gezien? Of dat iedereen dat wel snapt? Ik denk dat iedereen dit wel snapt. Het is. Het is uh, ik wil niet zeggen uh, bij de achterdeur, maar, maar het is uh, dichtbij. En het is, wij zijn de regio, dus nu moeten ja. we niet zeuren. Ja. ja. Dan zijn er en ook... Ook niet, denk Ik dat, uh, dat, het fijne, dat het fijne vluchtelingen zijn, maar ja, dat klinkt afschuwelijk. Maar... Ja. 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 En nog één vraag is van die: waarom uh, landt Poetin niet gewoon met parachutisten daar in Kiev, wisselt de regering en klaar? Ik heb uh, voor zover ik weet, zijn er helemaal geen parachutisten gebruikt. En dan moet ik zeggen dat, dat parachutisten dat klinkt natuurlijk enorm spectaculair. Ja, dat is ook in de Tweede Wereldoorlog bij meerdere gelegenheden zijn heel omvangrijke uh, parachutenacties uitgevoerd. En nooit met verschrikkelijk veel succes. Neem Market Garden, klassieke mislukking. Van, waarbij, weet ik het, een uh, anderhalve divisie van parachutisten naar beneden is gekomen. Nee, er zijn tal van voorbeelden van, van grote acties met, eh, met valschermen, studen, eh, studenten, zou ik zeggen, soldaten. En dat, dat. Je bent enorm kwetsbaar. Je kunt geen zware wapens, of althans niet veel zware wapens, meesturen. Het is de vraag of iedereen goed terechtkomt en niet blijft hangen in een boom. Of, nou ja, dus dat, ik, misschien hebben ze het ook onderschapt, dat weet ik niet. Mm -hmm. Maar we hebben het vaak gehad over hoe de Tweede Wereldoorlog verliep, hè, met welke routes gevolgd werden. Snap jij nu hoe Poetin aanvalt, namelijk vanuit uh, Wit-Rusland komt hij, hij komt ook vanuit het zuiden. Nu hebben we ook al verhalen uit het westen gehoord. Uh, ja, dat is natuurlijk in dit geval uh, is die, is het een voordelige zaak voor de aanvallers, als zien de aanvallers rond vrijwel de hele, uh, afgezien van het stukje Polen, Polen Slowakije en... Roemenië uh, rond de hele, hele Oekraïne staan. Dus dat is wat dat betreft is wel makkelijk. Of dat goed georganiseerd is, hoe, hoe effectief die, uh, die troepen zullen vechten, dat weet ik niet. Ik begrijp ook dat er weer voor vliegvelden zo speciale elite troepen werden ingezet. Die echt goed kunnen vechten, zal ik maar zeggen. Of dat flink geoefend zijn. Maar ik kan dat niet beoordelen in hoeverre. Ik weet te weinig van militaire kwesties. Okay. Het, zal, het zal blijken in de praktijk hoe het gaat. Pleun wil weten, kan Oekraïne winnen? Op de lange termijn wel. Maar dan hebben we het echt over de lange termijn. Dat is tien jaar of langer? Ja, omdat ik denk dat ik geef niet veel... voor de stabiliteit van uh, de Russische Republiek. Dat is eigenlijk mijn probleem. Maar dat kan ook over meer dan tien jaar zijn. Kijk, in het algemeen zijn mijn voorspellingen... zijn zodanig gegeven... Dat ze pas gecontroleerd kunnen worden als ik dood ben. Dat is eigenlijk de fout die ik afgelopen woensdag heb gemaakt. Ik had iets moeten voorspellen voor, voor over 15 jaar. Bij op één bedoel je ja, dat? Ja, ja, precies. Ja. Carlijn die zegt, in hoeverre is er een overeenkomst tussen Hitler in, in 1939 en Poetin nu? Nou, ja, het, 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 Poetin heeft een heel verhaal bij, de, bij wat hij nu gaat doen, de bezetting van Oekraïne omdat hij zegt, het is een onderdeel van Rusland. En op zichzelf is dat deels, heeft hij er deels wel gelijk in natuurlijk. Alleen ja, de ontwikkeling van Oekraïne is zodanig geweest dat, dat die Oekraïne, dat die zich verzelfstandig heeft. En omdat Rusland zo'n onbeschrijfelijk klote land is, wat gerund wordt door dieven en moordenaars, zoals ik al zo vaak heb gezegd. Is de Oekraïne natuurlijk blij, of althans de burgers van het land zijn blij, dat ze niet te maken hebben met dat wel te maken hebben, maar niet geïncorporeerd kunnen worden door het onbeschrijfelijke klotenland. Dat is wat Poetin nu aan het doen is. Omdat hij er bang voor is. He? Elk succes van Oekraïne straalt af op zijn wansucces. Op dat arme economietje wat ze erop nahouden. En wat dan ook nog systematisch leeggestolen wordt. Niet waardoor dat wat, wat crony capitalism heet. En wat dat is? Dat is dat je... Ja, dat het één grote corrupte zooi is. En dat met name de elite. niet waar geld uit de economie steelt. en wat ik al zei, niet in eigen land belegt. maar elders. Ja. Maar zijn er overeenkomsten tussen Hitler en Poetin wat dat betreft. of is dat niet te vergelijken? Nee, dat is niet te vergelijken. Om okay. eenvoudige reden dat Duitsland toen. Een, een eerste klas economische macht was. Een eerste klas wetenschappelijke macht. En gek genoeg, denk ik, is, is de Russische economie zo klein. Dat je die niet met de Duitse economie van de jaren 30 kunt vergelijken. Hmm. Nou, even afzien van het feit dat Hitler nog wel een aanzienlijk ernstiger patiënt was dan, eh, dan Poetin. Hoe bedoel je dat? Nou ja, Poetin is ook niet goed, snik. Anders, anders had hij dit helemaal niet gedaan, natuurlijk. En had hij zich bezig gehouden met, met te zorgen dat zijn eigen land wat beter op orde was. En, en behoorlijk functioneerde. En had hij een aantal van die dieven en die moordenaars ontslagen. En, nou. Ja, goed, hoort hij zelf bij. Maar goed, hier zit natuurlijk ook in de vraag van... oké, okay, kan het een derde wereldoorlog worden als dit escaleert? Nee, dat, zou ik, dat denk ik niet. Nee. Maar goed, ik ben een onverbeterlijke optimist... maar ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. Hoe, ja, zou ja. Dat, hoe zou dat dan moeten worden veroorzaakt? Ja, ja dan zou die morgen dus een aantal NATO-landen aan moeten vallen. Hm. Als deze op zichzelf vrij beperkte troepen maar doorrijdt en, ja. en, en ook, weet ik het, Breslau, Wroclaw... Poolse steden gaat aanvallen. Maar maar dat die, zit er toch helemaal niet in. In die Baltische staat heb je nog een stukje Rusland dat ligt eigenlijk? Ja, die... dat is bij Kaliningrad. Ja. Ja. Er zijn of nog... Van arme dierigheid, weet ik niet. Ja. Er zijn mensen die zeggen, die, hij wil dat erbij gaan betrekken. Hij wil daar ook uh, wat gaan dat doen. maar, geloof ik, een, een donder van. Ben je wel eens in Oekraïne geweest eigenlijk? Nooit. Ik hoop er ook nooit te komen. Ja. Ik uh, hoop sowieso mijn toeristische bezoeken in de komende restant van mijn leven zo beperkt mogelijk te houden. Ja. Uh, Bert Daan, je wil weten waarom denkt de Oekraïne dat ze militair gezien enige kans hebben op succes? Waarvan jij zegt dat is misschien helemaal niet zo. Ik weet dat... niet of ze dat denken eigenlijk. Hoe weet hij dat ze dat denken? Nou, dat leidt hij ergens uit af. Hij leidt het ergens uit af. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat die Oekraïners, dat die helemaal niet denken dat ze, dat ze, laten we zeggen, de Russen echt van de deur kunnen houden. Ja. Nou, Mats Blokker, die wil nog weten hoe je naar Zelensky kijkt, hebben we al uh, besproken. Ja, die doet het goed. Ja, ja. ja Paul zegt: Is Poetin echt gek of heeft hij wel een doel? Nou, dat is heel. Ja, hij heeft een heel concreet doel. Hij heeft hele concrete doelen. Die zijn ook heel duidelijk, namelijk het versterken van de strategische positie van, van die Russische republiek. Hmm. Die natuurlijk, ja, dat moet je wel constateren natuurlijk, tussen 89 en nu is die Russische Republiek, denk even aan het, aan het imperium van de Sovjet-Unie, dat reikte tot het centrum van Duitsland, tot, tot weet ik het, eh, nou ja, kijk even waar de grens van de DDR ja, is, is. Er is zo'n plaatje van, dat is helemaal Kijk hoogslang. even naar Wolfsburg, dan heb je een beetje, dat lag vlak op de, op ja. de zonnegrens, heb je een beetje een idee tot waar het was. En ja, dat, dat is totaal verdwenen. En nu was juist het punt van, Poetin is... Dat eh, met het teloorgaan van Oekraïne als een, als een vast onderdeel van, het, van die Russische Republiek, dat de toestand strategisch gezien nog veel, en veel erger was geworden. Ja, want in de Sovjet-Unie was het Rusland als, als moederland, zeg maar met een aantal satellieten. Ja, ja, met een enorm strategisch cordon sanitair in Europa, wat ze te danken hadden aan hun op zichzelf spectaculaire overwinning in de Tweede Wereldoorlog. He? En dat hebben we te danken aan die stormende Duitsers die die stormenoorlog zijn begonnen in de tijd. Is er een kans in dat er weer een nieuw ijzeren gordijn komt tussen Europa en Rusland? Nou, dat, dat soort van gordijn zal er wel zijn. Al komt zit er een heel groot gat in waardoor die pijpleiding loopt voorlopig. Want je kunt natuurlijk wel zeggen: Nord Stream is nu eventjes stilgezet. Maar er komt toch een hoop gas uit de, de Sovjet-Unie. Sorry, uit de Russische Republiek. Ja. En dat, voor zover ik weet, zal voorlopig doorgaan. Het kan zijn dat we daar ook twisten over krijgen, maar dan moeten we ondertussen wel. En dan kom ik weer terug op mijn punt op de lange termijn. We hebben nu wel geleerd dat je, dat je er geen staat op kunt maken. Nee. En dat het misschien nuttig is om alternatieve gasleveranciers eh, te mobiliseren. Kunnen we iets doen om de mensen in Oekraïne te helpen? Wordt ook gevraagd via de Saudis. Ja, dus die vluchtelingen behoorlijk op te vangen natuurlijk. En ik weet niet wat voor problemen er zullen ontstaan. Of het kan zijn dat er allerlei tekorten ontstaan. Eh, en dan moeten wij pal staan om ze te helpen. Ja. Ik zou zeggen, alles wat mogelijk is op dit terrein moeten we vooral doen. Ja. En Rick die vraagt nog: heeft het Westen Poetin onderschat? Hadden we eerder moeten reageren. Ja, dit is ook weer uh, wijsheid achteraf. Hè? Wie had er nou rekening mee kunnen houden dat er zoiets geks gebeurde. als de bezetting waar die nu mee bezig is van Oekraïne? Ja. Ik zwijg even van de critici, en niet waar, Die meestal ook anoniem. Uh, allang wisten wat er precies ging gebeuren. Ja. Waarbij ik het wel jammer vind dat ze dat niet hebben laten weten. <laughs> Nee, nee, maar iedereen hield, hield, iedereen hoopte natuurlijk hetzelfde. Ja, en iedereen hield zich vast. hoopt hetzelfde. Ja. Zo is dat. Maar dat was ook een hele goede reden om dat aan te nemen, vond ja. ik. Ja. Vind je, als je na, naar Europa nu kijkt en hoe ze tot, tot oplossingen komen, vind je dat bijvoorbeeld sterk overkomen? Of zeg je, nou, dat gaat nog wel allemaal heel moeizaam. Dat het zo zou gaan als het nu gaat. En grotendeels lijkt iedereen het met iedereen eens te zijn in deze beginfase van, van dit drama. Ja. Uh, waarbij ook wij zelf, zou ik maar zeggen, het Westen, wat, wat in feite uh, natuurlijk dit, dit betalingssysteem heeft opgezet, uh, zal er ook last van hebben. Ja. En sowieso moet je rekenen dat Rusland en China samen ook, uh, naarmate ze buiten de poort worden gezet, uh, een eigen betalingssysteem zullen construeren. Oké, okay, dus ja, dat zou ik. Ja, uh, dat kan ik. Een alternatief systeem construeren. Sowieso. Je ziet natuurlijk ook dat de Chinezen een ambitie hebben om. Hey, de dollar is natuurlijk de reservevaluta die in de wereld uh, frequent gebruikt wordt. En de Chinezen hebben ook de ambitie om een soort eigen reservevaluta op te zetten. En, en vergelijkbare instituties. En dat ze die neiging zullen ze meer hebben naarmate ze meer buitenspel worden gezet in de, laten we zeggen, westerse, lees amerikaanse uh, instituties. Ja. Ja. En er zijn ook nog allemaal landen die zeggen van ja, ik wil, wel, uh, ik wil de Russen wel sancties opleggen, maar niet ten koste van mijn eigen land. De, de Italianen oh, willen de mode-industrie ja. natuurlijk bewaken. Ja, de Italianen met die dure tassen, ja. ja. Dan zou ik even zeggen, stik de moord met je klote tassen. <laughs> Poetin, die wil de voormalige Sovjet-Unie in ere herstellen. Tenminste, dat zijn de verhalen die we horen. Als je meer wil weten over die Sovjet-Unie en de geschiedenis en de leiders, bijvoorbeeld Lenin en Stalin, dan hebben we een luisterboek voor je klaarstaan. Dat vind je via het linkje in de beschrijving. En ik moet u eigenlijk waarheidsgetrouw er even bij zeggen dat ik helemaal geen deskundige ben op het terrein van Lenin en Stalin. Stik de moord met je klote tassen.